Maar Jazz TV begint vandaag met de groep van pianist René van Helsdingen en de Indonesische violiste Lulu Purwanto, die tijdens haar Europese tournee het Bimhuis aandeed. Nieuwe muziek. De tour is getiteld Born Free. En het duidt slaat die titel op. Op de vrijheid van de mens, de vrijheid van de muzikus. We zijn vrij geboren. Luluk is vrij geboren in Indonesië. Ik ben vrij geboren in Indonesië. De drummer, Donald Dean, vrij geboren in Amerika. En Henry. En ik heb een basis gelegd, een harmonische basis. Luluk heeft er allemaal mooie melodieën bovenop gezet. We hebben ook nog een stuk dat heet Born Free. Dat is een standaard. Ja, en wat we doen is de vrijheid verkondigen. Waar ben je vrij geboren? Oh yes. Ja. Yeah. Ik heb very nice parents. Uh-huh. And they both musician. And they give me freedom to choose music I like, because mm-hmm. they're both classical musicians, but they allow me to do jazz. Luluk is natuurlijk geboren, getogen in Indonesië en we wonen al 12 jaar in Amsterdam, maar ieder jaar gaan we naar Indonesië. Al onze 100.000 ooms en tantes en vader en moeder zitten in Indonesië. Luluk heeft een traditionele achtergrond, Javaanse achtergrond. Wat we bedoelen met de mix van achtergrond is, ik kom natuurlijk uit Nederland en ik ben zeer beïnvloed door de jazz-traditie. Toen ik 5 jaar oud was, nam mijn vader al platen van Coltrane mee uit Amerika. I start when I was 9. And I start playing jazz 2 days ago. I learned jazz a lot from René van Helsdingen. So there. En wat speelde je toen je 9 was? Zag twee weer broodjes meer. That's what I play when I was 9.
eerst dus kinderliedjes. Kinderliedjes. I have a beautiful teacher. And then he let me play the song that I recognize on the violin. So I get more interested to play something on the violin. So not play scales or ladders, mm-hmm. tone ladders, but kinderliedjes. And he allow me also to compose whatever I feel like to play. Later on, then you get to know the instrument, then you start playing all the ladders. But was it very important that you started with fun and then came the hard stuff? Yeah, well, the hard stuff, because you already have fun with it, then it's not hard anymore. Mm-hmm. I mean, music is beautiful. Usually when you kid, they give you small violin, yeah? But I only wanted to start with the real violin, the real size. So I said to my parents, I only want to have that violin, and it cost a lot, to buy the real one. And they bought me that, and then I start playing, and then after 2 weeks I get bored with it. So they said, oh, you better go on, because it's yours, that violin. You cannot just put it away. And that's the violin until now, the one I use. Could you show it? Sure. Can you see this though? There. In jazz, you have freedom to express yourself, mm-hmm. and I was born in Java. So when I express myself, a lot of Javanese stuff coming out from me, and maybe that's more like it's not that I'm trying to mix the Javanese influence. No, it just go out like that. We play Javanese song, children's songs. Sundanese. So you're still playing the children's songs? Yes. Yeah.
ik organiseer deze tour zelf. Dus ik ben behalve muzikus ook nog agent, chauffeur, tour operator. Nou, noem de hele rij maar op. Dus ik ben eerst 5 maanden in het jaar bezig met clubs, theaters en festivals aan het bellen om de muziek te verkopen. In 1994 kocht ik een stadsbus bij Boven Tour. Nou, die bus wordt omgebouwd door een kunstenaar, Aart Makers uit Amsterdam. Helemaal opengesneden, tent, vleugel, podium, alles op en aan. En dan maar bellen en folders uitsturen. Dus je moet altijd eerst geld lenen. Dan toeren, heel hard werken. En als je geluk hebt, kun je het allemaal terugbetalen. En als je nog meer geluk hebt, hou je er wat aan over. Ik ben Henk Persoon. Ik ben gek op jazz. Ik kijk elke maandag en elke vrijdag naar Jazz TV. Ja, mijn naam is Roy Versoelen. Ik ben echt een jazz fanaat. Helemaal te gek jazz. En ik kijk elke vrijdag naar Jazz TV.